Vaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Aantal van jullie vallen eronder, groot gedeelte. Maar wie heeft het er thuis al over gehad? In groep 8 van basisschool De Minstreel in IJsselstein wordt de vaccinatie besproken. Ik heb het er thuis wel over gehad. En we gaan het ook nog aan mijn oom vragen, want die is dokter. Nou, ik ben al aan het nadenken sinds dat de kinderen een vaccinatie kunnen krijgen. Of ze het wel of niet zouden willen, daarover zijn de kinderen hier verdeeld. Wil jij een vaccinatie? Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja, soms wil ik het toch wel, maar dan daarna toch weer niet. Stel jij kiest van wel, dan heb ik daar begrip mee. Stel je voor, ik kan niks meer, zeg maar, ik kan er weer naar buiten normaal, dan zou ik het wel nemen. Iedereen heeft namelijk zijn eigen reden om het wel of niet te doen. Nou, omdat het voor kinderen nu niet erg belangrijk is. Ik wil een vaccinatie, omdat je hoeft minder snel in quarantaine. Je beschermt anderen, zoals je opa en oma. Ik wil eigenlijk iets meer weten over het vaccin voordat ik hem ga nemen. De uitnodiging is voor alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Voor kinderen zijn er net als bij grotere mensen 2 prikken. Wel is er per prik een kleinere dosering van het vaccin. Wat je beslist is altijd goed. Het moet bij jou passen, je beslissing. En dat ze die beslissing nu samen met hun ouders kunnen maken, vinden de kinderen hier fijn. En ze begrijpen dat niet iedereen er hetzelfde over denkt. Dat kan betekenen dat je je wel laat vaccineren, of juist niet. Ja, het is je eigen keuze. Als hun het prettiger vinden, vind ik dat helemaal goed. Dan merk je ook dat iedereen hier gewoon een andere mening mag hebben. En dan maakt het niet uit wat jij ervan vindt. En niet alleen in de klas wordt over vaccinaties gepraat. Al 2 jaar is corona en je kan steeds niet gewoon normaal naar de bioscoop of naar zwembaden. Ook thuis gebeurt dat. We hebben het thuis wel regelmatig over of ik me wil vaccineren of niet. Mag van mijn ouders een eigen keuze maken en dat vind ik ook heel prettig. Het zou niet leuk zijn als je verplicht een vaccinatie van je ouders moet nemen. Maar hoeveel ze er ook over praten of horen? Ja, de vaccinaties zijn wel vaak in het nieuws. Een keuze maken, dat kan lastig blijven. Maar ik ben er nog niet helemaal voor uit. Ik weet niet echt of het goed is voor kinderen, dus ik ga een beetje afwachten. Coronadeskundige Patricia Bruining weet veel over het virus en het vaccin. Zij geeft antwoord op 6 vragen. Is het vaccin veilig? Ja, het vaccin is veilig. Het is onderzocht. Het is inmiddels ook al in zo'n 5 miljoen kinderen gebruikt in Amerika. En daar kwamen ook geen gekke dingen naar voren. Dus het is gewoon een heel veilig vaccin. Kun je bijwerkingen krijgen van het vaccin? Ja, er zijn ook bijwerkingen van het vaccin. Eigenlijk dezelfde bijwerkingen als die we bij volwassenen zien. Een pijnlijke arm, hè, op de plek waar je geprikt bent. Veel kinderen zullen dat ook wel kennen van andere prikken die ze gehad hebben in hun leven. Dat ze dan vaak een stijve arm hebben daarna. Nou, dat kan hier ook. Je kunt soms ook een beetje koorts krijgen of je gewoon een beetje futloos voelen. Duurt over het algemeen maar kort, een dag, hooguit 2, dat is het. Dat zijn zo de bijwerkingen die we zien. Kun je er later nog last van krijgen? Dat is eigenlijk niet iets waar we ons zorgen om maken. In zijn algemeenheid geven vaccins bijwerkingen direct nadat je ze gegeven hebt. Dan is dat vaccin in het lichaam en kun je daar iets van merken. Maar het vaccin wordt ook heel snel weer uit het lichaam verdwijnt, wordt afgebroken. En dan is het helemaal niet logisch dat je daar jaren later nog een keer iets van zou kunnen krijgen. Want dan is het al lang weg. Wat is een reden om het vaccin te nemen? De belangrijkste reden is dat je niet ernstig ziek meer wordt van het virus als je gevaccineerd bent. Die kans is sowieso al heel klein dat kinderen ernstig ziek worden als ze besmet raken met corona. Maar die is nog kleiner als je gevaccineerd bent. Ja, je bent gewoon wat minder besmettelijk. Als je het virus dan toch nog krijgt, geeft het iets minder makkelijk door. Heeft het zin om het vaccin te nemen als je al corona hebt gehad? Je kan het vaccin nog gewoon nemen. Er is geen reden om het niet te doen. Maar voor jou geldt dan waarschijnlijk dat de kans dat je überhaupt nog ziek kan worden van corona, die is al minder. Omdat je al een keer corona hebt gehad en jouw afweersysteem het virus al kent. Hoe maak je een goede keuze om het wel of niet te doen? Ik denk dat je goed met je ouders erover moet hebben. Als het goed is, hebben de ouders ook informatie gekregen bij de uitnodiging voor de prik. Als dat niet genoeg is, nou, kijk dan ook op websites voor extra informatie. En je moet bij jezelf denk ik ook voelen van wat vind ik prettig? Vind ik het juist prettig als ik gevaccineerd ben? Of heb ik die prik liever niet? En allebei is goed.